Hallo, dit is een nieuwe serie video-opnames van Hans. Voorbeeldvideo's wil ik ze noemen. Ik wil het hebben over oordelen en vooroordelen. Mensen die elkaar niet kennen, oordelen vaak wel. Zij oordelen wel vaak over elkaar. En dat is dan dus een vooroordeel. Als ze oordelen over een ander zonder een ander te kennen, dan hebben ze een vooroordeel. Eigenlijk is dat ook helemaal niet erg. Het is niet erg om een vooroordeel te hebben. En eigenlijk heeft ieder mens dat. In eerste instantie hebben alle mensen een vooroordeel. Toch is er ook iets vreemds aan dat oordeel. Je deelt letterlijk gezegd je oor. En je luistert en hoort een ander. En vormt daarmee een beeld. Zo gezegd een oordeel. Met je oor en je hoort een deel. Een oordeel heet dat dan. Het woord op zichzelf dat zegt al een heleboel. Maar ja, ik heb toch even gekeken in het woordenboek. En toen vond ik verschillende definities van het woord oordeel. Ik lees achtereenvolgens: goed of afkeurende uitspraak. Een mening. Ik ben dus van oordeel dat bla 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 bla. Het laatste oordeel Christus. Ja, dat is dan natuurlijk weer op de Bijbel geslaan. Een vonnis aan het eind van deze wereld is dat. Nou ja. Een vermogen om te oordelen. Dat is dus ook een oordeel. Dat je het vermogen hebt om te oordelen. Er staat zelfs verstand. En daarna krijg je dus het oordelen. Dat is dus het vonnissen, het rechtspreken. Door redenering tot een gevolgtrekking komen. Of van mening zijn. Achten. Achting hebben. Dit is dus een heel kort samenvattingje van wat allemaal te maken heeft met oordelen. En een vooroordeel is dus een oordeel. Met je oor dus luisteren. Van wat voor een deel je eigenlijk hebt gehoord. En daar moet je altijd voorzichtig mee zijn.